volgepakte tribune hier op de drafbaan in Joure. Met nog altijd die Megan Flevo aan kop van het veld. Op de tweede plaats aan de binnenzijde Gucci Shadow. Daarachter gaat Pieter Witt een half spoortje naar buiten. Betekent dat Driedik zal moeten. Zo dadelijk die Jaap van Rijn met zijn Dirk. Maar als Pieter Witt naar buiten gaat, dan komt Dirk gewoon binnendoor. En zo gaan de deelnemers dan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Doen dat voor de laatste maal met Megan Flevo als de koploper. Megan Flevo, tweede plaats. Gucci Shadow springt daar weg. En Pieter Witt aan de buitenkant, die kan daardoor de tweede plaats over gaan nemen. En vanuit het achterveld probeert Dirk dan weer de aanval in te zetten op Pieter Witt. Maar de leiding, die is in handen van Megan Flevo. Pieter Witt naar plek 2. Daarachter volgt dan in derde stelling Gucci Shadow. En achter Gucci Shadow komt aan de buitenzijde de aanval van Jaap van Rijn. Met zijn nummer 7, Dirk. Maar twee paarden, die hebben hier dan toch wat voorsprong genomen op de concurrentie. Waarbij Pieter Witt heel brutaal in de buurt begint te komen van de koploper Megan Flevo. Maar Megan Flevo heeft die gezonde voorsprong. Pieter Witt zet de tanden op elkaar. Komt wel wat dichterbij. Gaat het heel brutaal proberen. Maar het blijft erbij proberen. Want Kooijman heeft de zaak onder controle. Het is heel gemakkelijk, Megan Flevo. De derde voor Tommy. En wat een sterk paard. Wat een geweldenaar voor de Gele Canaries. Tweede is Pieter Witt. En op de derde plaats dan nog aan de binnenzijde Gucci Shadow. Een aanwinst voor het Nederlandse koerswezen. En daarachter op plek 4, denk ik, paard nummer 7, Dirkie. En daar komt hij aan, de voorlopige winnaar, nummer 2, Megan Flevo. En het Piet Sederius vastgoed en Wolvega International Jeerlingsheelprijs. Bedankt voor de sponsoring van deze gezamenlijke koers. En Megan Flevo, wat een fantastische merrie is dat toch. Dit seizoen 6 starts en al de 5e overwinning. Het comité kijkt op het moment nog naar de beelden om alles te verifiëren. Maar Megan Flevo die leidde van start tot finish. En deed dat op een dominante manier. Deze 4-jarige donkerbruine merrie van Muscle Mass uit Constantia River. Is een fokproduct van de Aad van Schie en de familie Iwema. In eigendom van de Gele Canaries. Trainer Bas Krebas en rijder Tom Kooijman. En voor hem is dit zijn derde overwinning na Newton Renka, Marco Swish. Nu dus ook paard nummer 2, Megan Flevo. Tom, weer een hele sterke verrichting en je doet het 3 keer op dezelfde manier. Ja, als je de kans krijgt, weet je, ik ben een oude man, het moet allemaal niet zo moeilijk zijn. Normaal gesproken is Joure altijd wel iets een dag voor de verrassingen, maar vandaag is het een favoriete festival. Ja, het zijn de beste paarden, ik heb de mooiste nummers en ik ben in vorm, dus ja, dan moet je maar gas geven. En ook de baanconditie, die ligt er goed bij? Ja, het buitje was heerlijk van de week en de baan ligt er top bij. Super, wordt Megan Flevo nog verslagen dit seizoen? Op gras niet. Super, Tom, maar geniet ervan. Dankjewel. Prachtig, duidelijke taal van Tom Kooijman, die met een prachtige op de foto staat met de eigenaren van de Gele Canaries. Die na Mistral Ricardo weer een prachtig hoogtepunt hebben te vieren. Nu met Megan Flevo. Twee seriewinnaars die een fantastisch seizoen draaiden op Alkmaar en op het gras. En het seizoen dat is nog lang niet voorbij. Want Megan Flevo en ook Mistral Ricardo die zijn ook nog niet lang niet uitgewonnen. Wilt u meedoen met de Gele Canaries? Dat kan voor €100 per maand. Dat doet u mee aan circa 18 dravers. U kunt voor meer informatie naar degelecanaries.nl. En misschien zien we u op de volgende meeting van Joure hier wel op de grasmat. Om een overwinning van de Gele Canaries te vieren. En ondertussen is Megan Flevo en Tom Kooijman naar de achterbocht gegaan om een lange ereronde te maken. En geef hem een applaus. Tom Kooijman 3 keer alweer vandaag en straks ziet u hem nog 1 keer in actie.